programma's hier op 1 staan vandaag in het teken van Annie M.G. Schmid, haar werk en haar muzikale compaan Harry Bannink. Ook in het nieuwe millennium willen we de eeuwigheidswaarde van hun werk benadrukken. Vanuit Koninklijk Theater Carré kunt u nu kijken naar de vorig jaar gemaakte registratie van Heerlijk duurt het langst. Jan. Ido. We zijn oud, Marian. Stokoud, Ido. Maar mijn moeder zei altijd, en ik hoor het er nog zeggen... Kind, je moet vooruitkijken in het leven. Vooruitkijken? Maar naar wat? Ik kijk liever achterom. Dan zie ik meer. Dan zie ik jou. Nou, er waren anders tijden dat je me helemaal niet zag. Ach, Marian. Ach, Marian. Ruzies, rampen en gerotzooi, weet je nog? Ik weet het nog. Maar het was ook de tijd. Hoezo de tijd? Je weet wel, de 60er jaren. Toen kon toch alles? Toen kon toch alles? Wat een waanzin. Toen kon er net zoveel als nou. Wat had u gehad willen hebben? Ja, zo begon het. Die middag in de Bijenkorf. Wat had u gehad willen hebben? Ja, een half jaar echtelijke bonje. Nou, en dat had ik niet gehad willen hebben. Vindt u op de tweede? Voor de thee's en vieze moet u naar beneden. Ah, yeah. Wat had u gehad willen hebben? Zoekt u net King Kong? Nee, ik zoek de Beatles. Heeft u rubber socks? Geef mij maar dat nummer dat Mick Jagger brulde. Humans and Inspection, dat stond 20 gulden. Zoekt u? Een speeltje van mijn hond. En u, mevrouw, wat zoekt u? Oh, ik kijk maar even rond. Wat had u gehad willen hebben? Alles is voor sale, is voor sale. Wat had ik gehad willen hebben? Ach, ik wil zoveel. Geld en avonturen, reizen en successen. Huizen als kastelen, strenge meesteressen. Ik heb zelf een winkel, cornetbief en beschuit. Maar dit is zoveel groter, mens, ik kijk mijn ogen uit. Wat had u gehad willen hebben, zoekt u iets speciaals? Wat had u gehad willen hebben, zoekt u iets speciaals, iets speciaals? Ja, ik zoek iets anders. Dromen en gedichten, zorgeloze dagen, vrolijke gezichten. Ik zoek een aardig vriendje. Ik zoek een leuke meid. Een rijke man. Een lieve vrouw, klandissie. Passie. Tijd. Net gekocht en nou wil ik hem al ruilen. Het is meer iets voor een zondige verhouding. Nou, dat zie ik er zo gauw niet meer in zitten. Ik ben een eeuwigheid getrouwd. Ik heb een dochter van 17. Elke week de Margriet op tafel en met Pasen naar de Matthäus. Waarom heb ik dit gekocht? Ik heb alles al. Nou, ik ga het ruilen. Voor een das. Voor hem. Omdat we ruzie hadden vanochtend.
En als ik hem dan een das geef, dan blijft hij er tenminste niet zo lang over doorzeuren. Ach, ik moet wat meer geduld hebben. Hij werkt veel te hard. En de dokter zegt ook, op die manier gaat die maagsfeer nooit over. Mijn moeder zei altijd, en ik hoor het er nog zeggen. Kind, je moet je man weten op te vangen. Ja, moe. Hij heeft het zo moeilijk met de zaak. Ja, hij heeft het moeilijk met de zaak. Die zaak, die zaak, die zaak. Het is altijd weer die zaak. Men zal zich wellicht afvragen waarom in de onderhandelingen met de vakbonden door de meubelsector een verhoging van de toeslag werd aangeboden door de werkgevers. Hoor je wel, moeilijk. Naar onze mening blijft de primaire verantwoordelijkheid voor het loonbeleid in handen van het georganiseerde bedrijfsleven. De werknemers, de werknemers. Ja, ze kunnen doodvallen. Hij bedoelt de werknemers. Ze hebben net weer 32% gehaald aan de gratificatie. Ze hebben toch een collectieve verblijfsvergunning, die Turken? Oh ja, we hebben ook Turken. Wacht eens even, ik bel de staatssecretaris. Die heeft me al meer geholpen. Verbind me eens even met het departement, meneer de heer. Ja, die kent die van de Rotary. Oh, hallo zeg. Hoe gaat het? Je vrouw ook goed? Fijn, fijn. Vreselijk mens, zei. Wat vervelend zeg. Neusbeentje gebroken. Net goed, dat mens. Met boksen? Wat? Bokst mevrouw de heer? Ach, dat gaat natuurlijk over dat zoontje, de jonge heer de heer. Jonge, 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 jonge. Jonge, jonge, jonge. Maar wat ik je vragen wou... Maar wat ik je vragen wou... Het gaat om die Turken. 30 Turken, daar hebben we een hoop last mee. Nee, nee, die moeten niet het land uit. Nee, die moeten er juist in blijven. Ja? Oh, dat vind ik verdomd geschikt van je kerel. Zeg, als ik nog eens iets voor jou doen kan. Wat zeg je? Oh jee. Jouw zoon als stagiair in mijn bedrijf? Zeg, als ik nog eens iets voor je doen kan. Tja, akkoord. Laat maar komen. Tot ziens, kerel. Zo, waar was ik? Bij de werknemers. Toegewijd, secretaresse die Emma. Ja, en verloofd, dus ik hoef nergens bang voor te zijn. Schrap ze maar door, die werknemers. Hoewel, die blouse wordt wel steeds lager. Ach, ik moet wat meer geduld hebben, wat aardiger zijn. Ik ben te driftig. Ik ben niet lief. Ik ben een kattenkop. Te agressief. Ik zeg niet onderdanig. Ja, lieveling, hier ben ik. En als hij weer zo moe is, dan zeg ik ja, dat ken ik. Dat is niet zo aardig, dat is niet zo best. Vooral nou die een maagsfeer heeft, is dat funest. Soms heb ik zin om hem op zijn gezicht te slaan. Dan denk ik, hé, hey, wat gek nou toch, waar ligt dat aan? Ligt het aan hem? Ligt het aan mij? Waarom is alles niet precies als in ons damesblad? Ligt het aan ons, aan allebei? En waarom roep ik niet de hele dag, wat enig schat? Wat is er mis met de fundering van ons huwelijk? En waarom vind ik al zijn pakken zo afschuwelijk? Ik onderzoek mezelf en vraag dan ook met klem. Ligt het aan mij? Ligt het aan hem? Ligt het aan mij? Ligt het aan hem? Ik heb helaas de situatie niet meer in de hand. Wat moet ik doen? Waar is de rem? Als in ons snelverkeer ineens het rode lichtje brandt. Wat was ons huwelijk in het begin? Toch rimpeloos en vlak. Na zoveel jaar is het net een koude zuurkoolbrak. Gezellig tortelen, wat is er niet meer bij? Ligt het aan hem? Ligt het aan mij? Ligt het aan hem? Ligt het aan mij? Hoi! Hey, Pink! Hallo! Pap, mam, dit is Wim. Oh, dag Wim. Hey, heb je iets aan je neus, jongen? Ja, van het boksen. Oh. Dag, jongeman. Dag, meneer. Wim de heer. Nou, dat is niet te geloven.
Ik had er net nog zijn vader aan de lijn. Ik weet het, meneer. Ik ben u bijzonder dankbaar dat ik... Ja, ga even zitten, jongelui. Nee, we moeten weer weg. En waar moeten jullie naartoe? Naar de film? Nee, gewoon even de plaat naar boven brengen en dan zien we nog. Ah, en hoe laat denk je dan thuis te zijn? Geen idee. Nou, zullen we zeggen 11:00? Pap, alsjeblieft. Ik heb toch de sleutel? Ga je mee, Wim? Dag, mevrouw. Dag, meneer. Dag. En weg zijn ze weer. Waarom zeg jij nou niet ferm en duidelijk thuis zijn om 11:00? Ja, dat vinden ze belachelijk. Dan begint het pas. Wat begint dan pas? Ja, dat weet ik ook niet, hoor. Maar bij die vorige jongen was het zo, bij die Giovanni... Ja, die Italiaan, ja. Dat is ook weer zoiets. Waarom is het telkens weer een ander? Waarom zo floeps van Giovanni naar Wim? Ja, dan hoef je mij toch niet zo woest aan te zitten kijken. Ik ga toch niet floeps van Giovanni naar Wim? Oh, en ik wou dat je dat ding ook de deur uit deed, hè? Ja, die hebben we nou eenmaal van Tante Nel gekregen, ja. En toch wou ik dat je met de gemeentereiniging meegaf. Ook geloof dat ik ze hoor. Wat doen ze? Niks. Ze zijn keurige jongen. Keurige jongen? Kom nou. Een snotneus is het. Ik weet dat het geen keurige jongen is, dat weet ik. Hij deugt nergens voor, zegt zijn vader. Het is een snotneus, een pleisterneus, ja? En dat zit maar bij elkaar op de kamer. En heb je enig idee wat de kinderen daar doen? Ja. Daarnet nog zie ik toevallig een programma. Meisje van 14 jaar, ja. 14, ja. Loopt met voorbehoedsmiddelen in dat tasje. 14 jaar en dan al een tasje. Nou. Jongen, die verhalen zijn al zo oud. Dat was in mijn tijd was dat al zo. Kijk, in mijn tijd waren het dan meisjes van 16 die met voorbehoedmiddelen in de tasje liepen. Ja, nou zijn het meisjes van 14. Over niet al te lange tijd zijn het meisjes van 8. Nog jonger lijkt me iets te bezwaarlijk worden. Zo, wij gaan. Dag! Nee, nee, wacht eens even. Waar gaan jullie naartoe? Naar mijn zolder. Nee, dat ga jij niet. Jij gaat fijn naar boven, Pink, en aan je huiswerk. Oké, dan gaan we weer naar mijn kamer. Ga je mee, Wim? Nee, Wim gaat niet mee. Wim gaat fijn naar huis. Dag, Wim. Ja, moest dat nou? Ik wens geen ongeknipte pubers. Toch stiekem weer naar boven. Ik wou even mijn plaat halen, meneer. Ja, dat kennen we, jongeman. Dan ga je onmiddellijk de deur uit. En je gaat naar die andere nozems en brozems en provo's en rolling stones. En ik wens jou verder niet meer te zien. Goed, meneer. Tot morgenochtend, meneer. Dat is waar ook, ja. Hij komt morgen stage lopen. Nou, dan mag je wel eens wat aardiger doen tegen die jongen. Trouwens, dat is niet zomaar een snotneus, dat is wel de zoon van de staatssecretaris. Ja, meneer de heer, ja. Ja. Die moet de vriend zien te houden. Nou, en ondertussen brul je wel zijn zoontje de deur uit. Maar je bent nog niet van hem af. En van hem ook niet. Oh jee, Pink heeft de hond losgelaten. Dat geeft toestanden met die teef van de buurman. Pinky, haal hem terug. Dat geeft gedoe met meneer Dinges van hiernaast. Meneer de Vries. Meneer de Vries. Die hond. Dag. Oh, dag. Is er nog opgebeld voor me? Nee, nee, is niet gebeld, nee. Verdomme. Wat? Hè? Nee, niks. Zeg, die jongen, hè? Mm-hmm. Die Wim met de neus. Wim met de pleisterneus, ja? Ja. Was hij op tijd vanochtend? Ja, dat wel. Maar hij ging onmiddellijk naar de afdeling bedden en matrassen en is daar tot 11:30 onder zeil gegaan. Een stagiair. Nou, als hij dat nog eens lapt, dan miet ik hem op staande voet uit. Wat, uit de? Uit de hele zaak. Oh, zal zijn vader leuk vinden. Neem jij hem even, dat zal mijn telefoontje zijn. Oh. Hallo? Ja, meneer de Vries, wat erg, hè? Ja, onze dochter is zo onverantwoordelijk geweest om hem los te laten. Het spijt me echt verschrikkelijk. Ja, ik kan toch niet anders zeggen dan dat het me spijt. Hij heeft opgehangen, de hond. Ik kan hem nergens vinden. Nou, laat maar, het is al gebeurd. Oh, sorry. Pap, ik ga op rijles. Nee. Ja, ik heb me al opgegeven. Het kost maar 20 gulden per keer. Dan zeg je het maar weer af. En mam zei dat als ik klaar was met... Ja, dat kan me niet schelen wat mam zei. Je zorgt maar dat je betere cijfers krijgt op school. Oh, wat gemeen. Was het nou echt nodig om zo'n toon aan te slaan tegen dat kind? Als jullie allebei eens beseften wat ik allemaal aan mijn hoofd heb, ja? We beseffen het ten volle, Ido. We voelen het aan de lijve. Heb ik vanavond ook nog die subcommissie. Ja, waarom ga je dan ook in zo'n subcommissie? Dat heb ik je verteld.
Het gaat om de loslating van de verticale prijsbinding waar ik tegen ben. Ja. En het is mijn taak. Ja, mijn sociale taak. Oh, nou, er zit een kruimel in je wenkbrauw. Hè? Het is kroephoek. Ach, ik zeg al helemaal niks meer. Je luistert helemaal niet. Ja, ik luister wel, maar het is echt geen gezicht hoor. Kroephoek in je wenkbrauw. Je weet dat ik dag en nacht voor jullie werk. Ja. Mijn vader was nog een gewone timmerman. Juist, ja. En ik heb in 15 jaar tijd heb ik deze zaak omhoog gestuurd. Mm-hmm. Met deze twee handen en met dit brein. Ja. En nu heb ik meer dan 300 arbeidskrachten. Ja, en toch moet je nog steeds alles alleen doen. Ach, zeg eens het nou uit. Ik werk dag en nacht om jou een beetje een luxueus bestaan te geven. Ik hoef geen luxueus bestaan. Nou, dat kennen we. He? Jasjes, jurkjes, lingerie, rijles. Ik hoef geen luxueus bestaan. Ik hoef veel liever wat aandacht. Aandacht? Ja. En dat durf jij mij te verwijten? Ja, aandacht, ja. Voor Pink, voor het huis, voor de hond, voor de petunia's. Al gingen we er maar eens een paar dagen met z'n tweeën tussenuit. Nou, dat is nog niet eens nodig. Al zei jij maar eens een keertje, weet je wat, mooi weer, laten we eens gezellig met z'n tweeën gaan rollenballen in het gras, zoiets. Ik vind dat een onvolwassen wens. Ik ben niet zo volwassen, Ido. Nee, voor een volwassen vrouw toon je een ontstellend tekort aan begrip. Ontstellend. Oh, en dat ding zal me dood nog worden, zeg. Gebrek aan begrip. Ja, alles hier in huis moet toch van één kant komen? Hè? Je eist aandacht, maar je eist ook 40.000 gulden per jaar. En dat gaat er hier doorheen. Van één kant? En wie heeft er dan bij onze vorige crisis een kind gebaard om het allemaal weer een beetje goed te krijgen? Ja, oké, daar ben ik dan nou wat te oud voor, ja. Nou, maar je moest eens weten, jongen, wat ik allemaal waard ben zonder jou. Jij? Niks. Ho, dat zou je zwaar tegenvallen. Geen donder. Dit is meneer de Vries van de Teef. Ja. Ik ben bang dat ik op een verkeerd moment kom. Nou, nee hoor. En meneer de Vries, dit is mijn man. Meneer de Vries. Ik kom u door berouw gedreven. Ik heb u zo pas door de telefoon schandelijk afgeblaft. Ja, ik dacht een ogenblik. Ik heb de hond zelf aan de lijn. Maar gaat u zitten. Ja, we zijn net gezellig aan de sherry. Ja. U woont hier leuk. En u woont hier naast, als ik het goed begrepen heb. Ja, meneer heeft die grote rijst met krentenhond. Oh, juist, ja. Die rijst met krententeef. Ja, inderdaad. Zo'n hond. Ja. Met zo'n hond. Met die honden. Wilt u tomatensap? Nou, vragen ze zich af. Heeft hij het gehoord, die herrie? Wilt u sherry? Nee, ik moet nog rijden. Is die man gescheiden? Of weduwnaar? Tomatensap, tomatensap, tomatensap. Heeft hij het gehoord? Dat is zeer waarschijnlijk. Vindt het wel gênant? Ja, een beetje pijnlijk. Net goed, eigen schuld, net goed, eigen schuld, net goed. Waarom blijft hij zitten? Beste leuke man. Kom nou converseren. Nou, daar gaat hij dan. Allereerst het weer. Kom, kom. Allereerst het weer. Nog had ik niet gedacht. Regen, regen, regen. Het is zelfs een beetje glad. Ja, op de buitenwegen. Tja, wat wilt u? Tja, wat wilt u? Tja, wat wilt u? In deze tijd van het jaar. Ik wil dat hij opdondert. Een hopeloze vent. Artiest, vertegenwoordiger. Duidelijk een zakenprol. Heeft hij het gehoord? Dat is afschuwelijk. Maar wat een huwelijk. Tomatensap, tomatensap, tomatensap. Hele leuke vrouw. Heeft hij het gehoord, die ruzie? Maak je geen illusie. Natuurlijk woord voor woord. Net goed, eigen schuld, net goed, eigen schuld, net goed. En nou, hup, het verkeer. Zo'n auto in de stad, je kunt hem niet meer kwijt. Je kunt niet meer parkeren, het kost je te veel tijd. Geen aardigheid meer aan. En het wordt gevaarlijk, zeg. Ja, zeker, het wordt gevaarlijk. Vooral de grote weg. Tja, wat wilt u, tja, wat wilt u, tja, wat wilt u? Ik wil wel eens wat. Ik ook. Oh nee, denk dat maar niet. Sorry. Ik wil dood. Ik wil dat je onmiddellijk dit huis verlaat, vent.
Die man heeft je niks gedaan. Gewoon een aardige buurman. Oh ja. Oh ja. Net goed, eigen schuld. Net goed, eigen schuld. Tomatensap, tomatensap, tomatensap. Vakantie, ja ja, dat kost wel prada. U woont daar net als wij. Vooral niet in augustus. U moet er zijn, ik ben. Wel Duitsers, ja wel Duitsers. Die zijn aan elke zee. Wij hadden hele nette, soms valt het wel eens mee. Tja, wat wilt u, tja, wat wilt u, tja, wat wilt u? Ik wil wel eens met je uit. Mijn moeder stelt zich aan. Wat kijkt ze toch verbolgen? Wat heb ik er gedaan? Nu ga ik hem zijn hersens inslaan. Tomatensap, tomatensap, tomatensap. Nee, dank u. Ik stap maar eens op. Nu al? Goedemorgen. Ach, goedemorgen meneer. Nou, ik heb net uw boodschappen klaar. Nog iets vergeten misschien? Witte boontjes in tomatensaus, spork. Nee, dit is alles. Dat is dan 7,45. 7,45. Oh, hallo zeg. Oh, hallo, goedemorgen. Ook aan het inkopen doen. Ja, ik moet voor mezelf zorgen. Ah ja, dag meneer Bloem. Dag mevrouw. 7,45, alsjeblieft. Ja, dank u beleefd hoor. Hoe is het met de hond eigenlijk? Is er al iets duidelijk? Nee, niks duidelijk. Nee. Zo, en vergeet uw blikjes niet. Ja, dank u zeer. Tot ziens. Dag. Dag. Dag, tot ziens, ja. Dit is een keurige man, hoor. Ah. Hij is net gescheiden van zijn vrouw. Hm. Hij doet iets in public relations. U weet wel, reclame, maar dan in het hoog. Ja, nou, ik wou enkel een Deventerkoek. Een Deventerkoek? Ja, zijn vrouw schijnt bij hem weggelopen te zijn. Oh, u kijkt op de klok, die doet het niet, die is kapot. Mijn vrouw zegt nou al 6 weken kopen is een nieuwe klok, maar ja, kom er niet toe. Nou, dat komt nou zo goed uit, meneer Bloem. Ik heb een spiksplinter nieuwe koekoeksklok. Is dat iets voor u? Ja, ter overname. Nee hoor, mag u zo hebben. Kom hem straks wel even brengen. Ja, dat vind ik nou zo aardig van u. Weet u wat, dan kom ik hem zelf halen en dan krijgt u wat fijne blikjes van mij. Is dit iets voor u? Indian curry with beef? Nou, nee, is veel te scherp. Mag mijn man niet hebben. Oh ja, wat stom van me. Hoe is het nou met meneer? Maar, kom si, kom sa, hè, de maag. Ah, manager's disease, hè. Oh. Ja, spanning, vertel mij wat te veel spanning. Het is de tijd waarin we leven. We zijn allemaal ziek. Oh? De samenleving is ziek, de cultuur is ziek. Is dat iets voor uw man? Noedels met kaas, zoutarm? Nee, nee, nee. Elke week op de cursus krijg ik meer inzicht in de ziekte van de moderne mens. Ja, u doet een cursus Volksuniversiteit, hè? Ja. Filosofie, nee, ja. Psychologie. Ja, ja, ik heb altijd al willen weten, hoe zit een mens in elkaar? Ja. Ik bedoel, niet fysiek, dat weet ik wel, maar psychisch. Oh, ja. Zijn daar wetten voor? Nou, sinds Freud weten we dat. Maar ja, ik mag er met mevrouw nu over praten, hè. Ze is nogal vroom. Ze zegt, ik vind het smeerlapperij. Ze zegt, al dat seksuele, dat is niet het ABC van het leven. Maar ik zeg, hallo, wat weet jij van het ABC van het leven? Toen ze met mij trouwde, hebben ze aangezegd, maar van B is nooit wat gekomen. Laat staan van C. Maar goed, kan ik tegen haar niet zeggen. Nee. Want als ik het over Freud heb, komt zij met Jezaja. Peer op sap, iets voor u? Nee. Alleen als mevrouw weer zo hard is tegen mijn dochter. Nee. Hè, dan zeg ik, je moet oppassen. Je moet oppassen. Dat kind krijgt nog een neurose. Hoe oud is ze nou, uw dochter? Gree. Ja, 17. Maar een hele vrouw al. Hè. En u weet hoe dat gaat. Hè? Ja. Brommers voor de deur en alles wat buitenlands is en donker heeft de voorkeur. Dan heb ze weer een Papua. Nog van Nieuw-Guinea overgebleven. Let op, ik zeg er niks van. Het is een keurige Papua. En als ik ergens de pest aan heb, is het discriminatie. Dus ik zeg tegen die Papua, kom binnen, schuif bij. En mijn vrouw ligt er wakker van. Je hebt bij de koningin geschreven. Nee. Ik zeg, joh, Juliana heb genoeg te stellen met haar eigen dochters. Maar mevrouw zegt juist daarom. Ja. En dan zegt mevrouw altijd, praat jij nou eens met hem. Maar u weet toch hoe dat gaat als een vader met zijn dochter praat? Ja, ik weet hoe dat gaat. Dag meneer Bloem. Dag mevrouw. Zullen wij ergens wat gaan drinken? Nou, nee zeg, ik moet naar huis, echt. Wij zien elkaar alleen maar bij de kruidenier. Oh, dat vind je niet zo'n boeiende omgeving. Oh, als jij er bent, vind ik het de boeiendste omgeving die me kan denken. Maar laten we even praten samen, ik weet nog helemaal niks van je. Nou, over mij valt echt niks te weten, hoor. Ik ben zo oninteressant, met mij gebeurt echt helemaal nooit iets. Dat gaat me niet aan, sorry, ik wil niks onaardig zeggen, maar begrijpen doe ik het niet. Wat? Jij er in het huis met die man daar. Met die man daar? Ik ben 26 jaar getrouwd met die man daar. Maar het klopt niet. Jij in die kamer met die modieuze onzin. Laten wij wat drinken. Ja, dat klinkt allemaal erg gezellig, Tom. Maar ik moet wel naar huis, hoor. Want kijk, de stomerij kan langskomen. En trouwens, er staat een ribstuk in de oven. Stomerij, ribstuk, het wordt steeds erger. Jij bent toch veel te leuk voor stomerij en ribstuk. Je bent veel te leuk voor deze buurt.
Zou jij het leuk vinden om nu op dit moment de trein te nemen naar Parijs? Maar nu? Meteen? Nee, zeg. Ik zou al denken, de oven staat nog aan. En vandaar met het vliegtuig naar, ik weet het, Madagaskar. Huh? In zee zwemmen de moonlight. Nou. Jij met orchideeën je haren om je heen allemaal pelikanen. Als ik zo naar je kijk, dan denk ik... Nou? Een vrouw zoals jij moet niet zo gebonden zijn. Moet vandaag in Parijs en morgen in Londen zijn. Een vrouw als jij, die zoveel stijl en zoveel charme heeft. Die op een afstand blijft en desondanks dat warme heeft. Een vrouw zoals jij, die zoveel gaven heeft. Maar die als een fossiel in een huisje begraven leeft. Jij woont de duf, duf, duf in een laantje. Muf, muf, muf in een huisje. Jij leeft totaal verkeerd. Jij moet zo vrij zijn en zo dartel als een beekforel. Jij hoort te rinkelen en te twinkelen als een zilveren bel. In plaats van thuis te zitten wachten op de stomerij. Jouw gaven te verspillen aan gestoofde prei. Nee, zeg nooit gestoofde prei, mag mijn man niet hebben. Bultjes. Ja, lust u nog bultjes. Een man zoals jij. Gevaarlijk zijn. Een man zoals jij zou veel te bezwaarlijk zijn. Een man als jij weet immers nooit waarof hij het zoeken zal. Zo'n man is aardig voor een keertje op het boekenbal. Een man zoals jij zou nimmer mijn keuze zijn. De man van mijn hart moet veel serieuzer zijn. Stop met dat suf, suf, suf in een huisje. Duf, duf, duf in een laantje. Je ziet het heel verkeerd. Marianne! Ik doe toch niks? Ga naar je rapstuk. Ja, moe. Nou, ik moet nu echt gaan, hoor. Spijt me, het was net zo leuk. Ja, ik vond het ook erg gezellig. Nou, dag. Tot ziens. Een onkostennota. Ja. Van een stagiair. Aha. Van Wim met de neus. Aha. Dit loopt nou echt de spuigaten uit. Ja, moment graag. Meneer de heer Junior wil zo even langskomen. Schikt dat? Dat schikt. Laat hem vooral komen. Ja hoor, laat hij maar komen. Emma, hoe hard heb ik de vader van die jongen nodig? Hard, baasje. Het loopt niet goed met die exportvergunning. Zo, bent u daar? U wilde mij spreken? Gaat u zitten, meneer de heer? Nee, meneer, ik ga niet zitten. En ik begrijp niet waarom het nou ineens meneer de heer is, nadat het al die tijd Wim is geweest. Maar dat kan me in wezen niet verdommen, want daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Ik zal juist vertellen waar het om gaat. Ik heb deze zaak, meneer Wim de heer, in 15 jaar opgebouwd met deze handen, met dit brein. En wat gebeurt er? Na 15 jaar komt er een jonge man die geen stage loopt, maar stage ligt. Als je goed begrijpt wat ik bedoel. Oh, dat. Mijn vader zei dat ik uw bedrijf van A tot Z moest leren kennen. Ik ben eerst even in uw stoelen gaan zitten en toen zag ik dat bed. En toen dacht ik, kom, het was de avond daarvoor nogal laat geworden. Ja, dat gedoe met mijn dochter, daar wou ik het ook even met je over hebben. Dat moet afgelopen zijn, jongeman. Dat bevalt me helemaal niet. Nee. Ik zal u zeggen wat mij niet bevalt, meneer. Die druttigheid hier. Als ik door uw fabriek loop, dan vallen de ogen uit mijn kop. Wat een verdriet, wat een afschuwelijke burgertroep allemaal. Jongen, als het je niet aanstaat, dan donder jij maar op. Eethoekje, zithoekje, slaaphoekje, borduurhoekje, naaihoekje, spijltjes, bobbelpootjes, engeltjes, meubeltjes met engeltjes, kotsengeltjes, zeikengeltjes. Eruit! De exportvergunning, baasje. Goeiedag. De exportvergunning! Oh, Wim, Wim. Ja. Wim, vond je dat nou allemaal zo lekker, wat je daarnet hebt staan uitkramen? Hm? Om u de waarheid te zeggen, vond ik het allemaal vrij gortig. Maar dat neemt niet weg dat ik... Luister eens,
Ik heb nu geen tijd, maar om 6 uur ben jij bij me. En dan nemen we de hele zaak nog eens even door. Hè? Wat wil jij nou eigenlijk met die stage? En wat wil je nou eigenlijk met mijn dochter? Zeg de groet aan je vader, hè? Emma. Je huilt, Emma. Waarom huil je? Je huilt toch niet om die vlerk van een jongen? Nee. Ja, maar waarom huil je dan? Heb ik iets verkeerds gedaan? Om 6 uur zou je met mij. Je had beloofd dat wij samen achter. Oh, maar dan wacht je toch even. Hè? Ik ben in 2 minuten klaar met die jongen. Dan wacht je even beneden in de lounge. Ik huil niet alleen daarom. Ja, maar waarom huil je dan nog meer? Ik vind dit allemaal zo immoreel. Immoreel, daar zijn we ons allebei terdege van bewust, Emma. Altijd overdag, dat vind ik immoreel. Oh, 's nachts vind je het wel in orde. En dan altijd in die auto, het is zo banaal en dat al 6 maanden lang. Ik hou het niet meer uit. Wat wil je dan? Een hotelletje? Hier in de stad, dat is veel te riskant. Ja, alles is altijd te riskant, dan moet ik achteraf gehouden worden. Als ik nou maar een flatje had, ergens. Ja, natuurlijk. Maar hoe kom ik aan een flatje? Oh, het is zo uitzichtloos. Er zit geen toekomst in. Ik voel me besmeurd en bezoedeld. Er is geen enkele reden om je besmeurd en bezoedeld te voelen. En toch voel ik me besmeurd en bezoedeld. Ja, maar waarom? Niemand heeft respect voor me. Ik heb toch respect voor je? Jij ook niet. Wel waar, Emma. Luister nou. Kom nou eens hier. Weet je wat ik nou wou? Nee? Ik wou dat wij samen konden zijn in ons flatje. Ja? En ons van niemand iets aantrekken. Ja? Maar je moet een beetje geduld hebben. Ja. Heus, Emma. Komt allemaal in orde. Ja. En denk nou eens aan iets leuks. Ik weet niks leuks. Nou, denk eens aan dat jasje wat we samen zagen, dat nertsjasje. Oh, dat vind ik gemeen. De hele situatie is toch al zo vernederend voor me. Dan probeer jij me te kopen met cadeautjes. Oh, dat had ik niet moeten zeggen, sorry. Kom nou eens even hier, hè. En bovendien was het geen nerts, maar een bizambuik. Maar het hoeft toch niet dat jasje te zijn? Ik wilde geen woord meer over horen, beloof je dat? Geen woord. Drie uur, ik moet weg. Ja, ze zijn nog prijzig. 2,10. Ach, meneer Bloem, het is een cadeautje voor een jarige tante. Ja, of misschien een leuke doos bonbons. Nee hoor, ik neem die. Wat stom. Nou zet ik die koekoeksklok voor u klaar. Vergeet ik hem nog mee te nemen. Nee, mevrouw, de fout ligt bij mij. Ik had hem willen komen halen, maar ik zit tijdelijk zonder bediende. En mevrouw is naar de dokter, dus ik sta overal helemaal alleen voor, daar vandaan. Toch geen troubles met uw vrouw, hoor? Ach, de leeftijd, u weet wel. Opvliegingen, puffings, de overgang. En dan is ze labiel, weet je wel, uit de balans. Nog tutti-frutti nodig. Nee. En continu klagen. Maar ja, hoofdzakelijk is het psychisch. U weet het misschien niet, maar de mens bestaat voor een groot gedeelte uit psychisch. Ja, dat leert u natuurlijk allemaal op de cursus. Ja, dat is enorm interessant, mevrouw. Enorm. Die leraar die tekent dat allemaal voor ons op het bord. Ja. En dan zie je het als het ware voor je. Ik kan het u maar even voordemonstreren. Het is uiterst boeiend. Kijk, als dit nou je psyche is. Ja. Dit hele stuk. Dat is natuurlijk niet precies hier gelokaliseerd, maar om het te illustreren. Nietwaar? Dan is dit stuk, deze laag, is je bewuste. Ja. Maar daaronder zit je onderbewuste. Dat is zo'n stuk. Zo'n stuk? Nee, dat is groter. Dat is zo'n stuk. Zo'n stuk? Daar zit nog steeds je prehistorie. Daar woelt het van de driften. Donkere driften die naar boven willen, die eruit willen. Daar zit nog steeds je prehistorische mens. Ja. Toevallig hebben ze net deze week een schedel opgegraven van zijn oermens. De Homo Pekinensis. Zo hebben ze die oermens genoemd. De Homo Pekinensis. Nou, dit is geen Pekinees, dit is ook geen homo. Dat is 2,10. Het is een oermens. En dan zijn we nog helemaal die oermens. Maar wij willen dat verdoezelen. Wij willen dat verdoezelen. Wij denken, laat maar zitten. Ja. Wij denken dat het hierop aankomt. Maar nee, hier speelt zich alles af. Ja. De hele wereldgeschiedenis. En 40 cent terug. Dan ga ik nou toch maar even die koekoeksklok halen. Ah, doet u toch niet, mevrouw? Tuurlijk, geen enkele moeite, meneer Bloem. Dag, mevrouw. Meneer, zit er bij deze tomatencremesoep met kip ook speltjes? Nee, daar zitten geen speltjes bij. Ik krijg de zenuwen van die speltjes, weet je dat?
Ik weet ook wel hoor, het is een grill, hè. Het gaat allemaal voorbij. Uiteindelijk gaat alles voorbij, behalve de belastingen. En mevrouw topt, het is maar tijdelijk. Personeelsgebrek, het is maar tijdelijk. Teringspijltjes, het is maar tijdelijk. Weet je wat ik wel eens zeg tegen mijn eigen? Kees zeg ik wel eens. Kom Kees, het is maar tijdelijk. Het zal wel weer overgaan. Kom Kees, bekijk het kalmpjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk. Laat ze de gang maar gaan. Het waait weer voorbij geleidelijk aan. Donkere dagen, fokken en plagen, tegenspoed. Schoppen en slagen moet je verdragen, komt weer goed. Kom Kees, het is maar tijdelijk, zet al je zorg opzij. Kom Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Trouble, 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 kranten vol met trouble. Ze zijn weer aan het dreigen, maar ik denk bij mijn eigen. Kom Kees, het is maar tijdelijk, zal wel weer overgaan. Het waait weer voorbij geleidelijk aan. Soms lijkt het onvermijdelijk dat ze er weer op los gaan slaan. Dan denk jij, hoe moet dat nou gaan? Hoeveel Chinezen zouden er wezen? 1 miljard. Als die Chinezen door blijven kezen, gaat het hard. Kom Kees, het is maar tijdelijk, het wordt wel weer bijgelegd. Het komt weer vanzelf op zijn pootjes terecht. Kom Kees, het is maar tijdelijk, duurt nog een jaar of wat. Kom Kees, dan ben je het eindelijk zat. Dan ga je onvermijdelijk naar de bejaarde flat. Daar ga je dood en heb je het gehad. Nu ben je zoveel waard. Dan leef je onbewaard. Kom Kees, het is maar tijdelijk. Als jij je ogen sluit, dan is het onvermijdelijk uit. En daarom zeg ik altijd, pluk de dag en sla je slag. Ik heb haringruggies, ik heb kapucijners, ik heb reine klauders en alles in prijs verlaagd. Tijdelijk. Kom Kees, het is maar tijdelijk, zal wel weer overgaan. Kom Kees, bekijk het kalmpjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze de gang maar gaan. Het waait weer voorbij geleidelijk aan. Zet al je zorg opzij. Kom Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Kees, het is van voorlopige aard. Kees, het is niet van blijvende duur. Kees, het komt allemaal weer terecht. Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Schat, nou moet je het niet overdrijven. Nee, Emmaatje, dat kan niet. Dat is te riskant. Ik begrijp niet waarom je zo blijft doorzeuren over dat samen ontbijten. Nee, je zegt het gaat niet om het ontbijt, maar toch blijf je doorgaan. Wees nou toch redelijk, Emma. Nou, kerel, ik zorg dat ik op tijd op die vergadering ben, hè? Ja hoor, zo lang. Oh, dag. Was je nog boven? Ik dacht dat je naar de verjaardag van tante Nel ging. Nou, bij nader inzien leek het me toch gezelliger om samen te gaan. Vanavond. Oh, vanavond kan niet. Vanavond heb ik vergadering. En dat kan laat worden, want er zit daarna dan nog een biertje aan vast. Ach ja, tuurlijk, ja. Jammer, maar niks aan te doen. Nee.
En deze keer zit er geen ontbijt aan vast. Wat bedoel je? Je hebt staan luisteren, dat vind ik een rotstreek van je. Oh, neem me niet kwalijk. Het was natuurlijk helemaal niet voor mij bedoeld. Nee, dat was helemaal niet voor jou bedoeld. Nee. Zo, dus je hebt het gehoord. Wat heb je gehoord? Meer dan voldoende. Marjan, dan moet je eens goed luisteren. Dit is dus niet wat jij denkt. Oh, dit is niet wat ik denk. Dit is gewoon een mooie vriendschap. Met ontbijt toe. Alsjeblieft, Marjan. Ik had het kunnen weten. Ik had het kunnen weten. Aan 1000 kleine dingen had ik het kunnen weten. Als ik niet zo onvoorstelbaar stom was geweest. Maar het heeft niets te betekenen. Het heeft geen enkele betekenis. Oh, niet? Nee, het heeft geen enkele betekenis. Het tast mijn verhouding tot jou niet aan. Oh, wat heerlijk. Het staat er helemaal buiten. Het heeft er helemaal niets mee te maken. Oh, dus je houdt het keurig apart. Ontbijten met mij en ontbijten met je secretaresse. Marjan. Met zo'n tut. Met je eigen tikjuffrouw. Ze is geen tikjuffrouw, ze is mijn secretaresse. Zo ordinair mogelijk. Zo makkelijk en gewoontjes mogelijk. Een verhouding met je secretaresse. Het is zo goedkoop, zeg. Het is zo goedkoop. Nou, vergis je niet, zo goedkoop is nou ook weer niet, hè? Ik begrijp het niet, hoor. Ik begrijp het niet. Nou, ik wil je wel vertellen hoe het allemaal zo gekomen is. Zeg alsjeblieft, ik ben niet van de televisie. Meneer, wilt u me alsjeblieft vertellen hoe is het allemaal zo gekomen? Ugh. Het is namelijk vanzelf gegaan. Oh, het is vanzelf gegaan? Ja. Oh. Die dingen gaan namelijk vanzelf, ja. Ah, en jij bent dan niet zo iemand die denkt van... kom, laat ik eens proberen het een beetje tegen te houden. Tuurlijk heb ik dat gedacht. Oh, dat wel. Ja. Kom, laat ik eens proberen het een beetje tegen te houden. Ja. En net als je denkt, kom, laat ik eens proberen het een beetje tegen te houden, is het al te laat. Ja, en voor je het weet ontbijt je met zo'n meid. Ja, hoor eens even, ik begrijp best dat jij wat verdrietig bent. Wat heet verdrietig? Maar ik wens niet dat jij Emma uitmaakt voor meid en tut. He? Het is een intelligente jonge vrouw, die heel hard werkt. Ja, dat doet ze. En snel ook. En die 4 handelstalen vloeiend beheerst. Oh, daarom ga je natuurlijk met haar naar bed. Omdat ze 4 handelstalen vloeiend beheerst. Nou. Een meisje wat het heus niet makkelijk gehad heeft. Nee, hoor. Maar het wordt nou een stuk makkelijker natuurlijk, hè. En die vaak ook heel eenzaam is. Ach, God. Ach, jee. Ach. Ja, altijd maar alleen ontbijten natuurlijk. Hè. Altijd maar dat ene kleine eitje op de ontbijttafel. Ik zeg al helemaal niks meer, ik hou mijn mond wel. Hè? Je bent op het ogenblik niet in staat om het te verwerken. Nee, moet je me echt even de tijd voor gunnen, hoor. Hoe lang is dit al aan de gang? Wat doet het ertoe? Wat doet het ertoe? Ik wil het weten. Het wordt allemaal zo besmeurd en bezoedeld. Een maand of 3. 6. En aan je dochter heb je natuurlijk helemaal niet gedacht. Laat Pink er buiten. Denk erom. Wat zijn jullie verdere plannen nou? Er zijn geen plannen. Ze weet dat ik getrouwd ben. Ach nee toch? Ja. En ze weet dat ik jou niet in de steek zal laten. En ze heeft consideratie met de toestand. Nou, dat vind ik aardig van, dat zeg. Dat je je nou niet even verplaatst.